OBS de Tweemaster had de eer om de Scheveningse Innovatieweek te openen. Dat gebeurde in Musee, een ras-echt Schevenings museum, vol traditie. Maar ook vol toekomst. Directeur van Musee, Tamara Peers, heette de leerlingen en wethouder Anne Mulder van Scheveningen welkom. Jullie zijn de allereerste kinderen die de eerste editie van deze Scheveningse Innovatieweek. Ja, het is natuurlijk heel mooi voor mij als wethouder om te beginnen op maandagochtend in de schoolklas, niet op het stadhuis, maar samen met jullie binnen het museum. Vandaag beginnen jullie met de Innovatieweek. Hoe gaaf is het als je hen mag interviewen over het innovatieve Scheveningen? Leerlingen van de Tweemaster in Duinmark en wij hebben het Zeevaart voor de voorbereid. Over de innovatieweek in Scheveningen. Waarom is het belangrijk dat Scheveningen innoveert? Omdat er zoveel meer mogelijk op Scheveningen. Nu wel, ik weet van de zeevier, waterontwerpen uit water. Dat zijn de boeken van de toekomst. Hoe ziet de toekomst van Scheveningen volgens u eruit? Dat de Scheveningen voor een deel blijft zoals ze is. Met op de achtergrond leerlingen van het Maris College, die later in de ochtend de workshops gaan begeleiden. Want na het doorknippen van de lintjes en het applaus en de opluchting, want het was best spannend, al hadden ze zich super voorbereid, is het tijd om kennis op te doen over Scheveningse innovatie. Wist je dat we voor de kust een zeewierboerderij hebben? Zwemmen, 12 kilometer zwemmen. Kom je bij onze zeewierboerderij uit in Scheveningen. Dus dan gaan we met grote boten, dan varen we daar naartoe. En als het water, kijk eens, het zeewier eruit komt, zie je dat? Dan zit het aan netten vast. En dan halen we het zo uit het water. En dat zeewierkoekjes heel lekker en gezond zijn. En wist jij op hoeveel manieren de zee ons energie kan leveren? Ja, toch? Nou, je hebt nog een manier van energie uit water halen. Maar je ziet hem al staan, je zal denken, dit is een windmolen. Dat zou ik ook denken dat het een windmolen is. Maar het moet iets anders voorstellen. Het moet namelijk dit voorstellen. Dat heet een turbine. Dat is een hele grote motor. Je kan namelijk ook energie halen uit eb en vloed. Hebben jullie wel eens op je handen? De kinderen van de Tweemaster weten dat nu wel. Met dank aan Musee, het Maris College en al de innovatieve bedrijven die deze Innovatieweek mogelijk maken.